Welkom bij aflevering 30 van Vrijmiebeurs, waarbij ik in deze aflevering wil gaan kijken naar de uitspraken van de FED over de Amerikaanse rente, de recessie die er mogelijk zit aan te komen, hoe het Verenigd Koninkrijk overweegt om crypto als betaalmiddel toe te staan en tenslotte het cijferseizoen voor het eerste kwartaal van 2022. Weer genoeg te bespreken, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt of luistert naar een aflevering van Vrijmiebeurs. Vorige week heb ik deze wekelijkse serie weer opgepakt en dat werd heel positief ontvangen. Bedankt voor jullie reacties en ik wil ook nu weer vragen om in ieder geval vaker een reactie achter te laten onder mijn video's bijvoorbeeld. Dat is niet alleen goed voor het algoritme namelijk, het zorgt er juist ook voor dat ik betere content kan maken die aansluit bij jouw wensen. Dus laat je feedback achter en dan gaan we nu beginnen met het eerste onderwerp en dat gaat over de FED-notulen. Want die notulen werden afgelopen woensdagavond openbaar gemaakt en dat zorgde voor een flinke impact eventjes op de beurs. Want we begonnen maandag en dinsdag nog heel erg goed op bijvoorbeeld de Amerikaanse S&P 500. Maar vanaf woensdag openden we juist stukken lager. En eigenlijk pas weer gisteren aan het einde van de dag zagen we weer wat herstel. Nou, wat lazen we dan in die notulen? Bijvoorbeeld dat juist de Fed namelijk sterk overweegt om de rente met een half procentpunt te verhogen. In plaats van een kwart procentpunt waar de markt eigenlijk eerder nog van uitging. En ook lezen we dat we dit jaar afkoersen op 7 renteverhogingen en 3 of 4 verhogingen voor volgend jaar. En we weten dat een hogere rente impact heeft op beurskoersen. Ten eerste omdat bijvoorbeeld winsten in de toekomst minder waard worden als de rente hoger is. Maar juist ook aandelen worden minder interessant. Omdat bijvoorbeeld rente op obligaties ook omhoog gaat. Dus eigenlijk worden obligaties interessanter als de rente toeneemt. En dat gaat dan vaak ten koste juist van de interesse die beleggers hebben in aandelen. Maar het was niet alleen de rente die belangrijk was in deze notulen. Het was juist ook het feit dat de Fed van plan is om de balans van $9 biljoen te gaan verminderen. En het idee is dan om dat te doen met stappen van $95 miljard per maand. En het is natuurlijk zo geweest dat door het opkopen of door het geld bijprinten van de Fed de markten de laatste jaren natuurlijk omhoog zijn geschoten. Dus juist door het afbouwen en het verminderen van die balans ontstaat er gewoon weer meer verkoopdruk op de markt. En vooral omdat dit dus weer anders is dan dat beleggers eerder hadden verwacht, zien we juist beurzen hier sterk op reageren. En ook de Europese Centrale Bank heeft alvast de guidance aangepast, hun vooruitblik of hun toekomstverwachting een beetje, wat hun eigenlijk dus wat meer de vrijheid geeft voor een aanstaande renteverhoging. En ook dat was te lezen in de notulen, maar dan nu dus in het geval de notulen van de ECB. Gaan we door naar het tweede onderwerp en dat gaat over een recessie die er mogelijk wel aan zit te komen, bijvoorbeeld volgend jaar al in 2023. We lezen namelijk dat de Deutsche Bank de eerste grote bank is die zegt dat er in Amerika namelijk een recessie dreigt aan te komen. En dat komt door de stappen die de Fed neemt of dreigt te nemen. En mogelijk juist omdat de Fed nu dus harder in wil grijpen omdat de inflatie al zo is opgelopen. Maar dat harde ingrijpen vertraagt de economie. En zeker met de nog hoge inflatie die niet zomaar weg is, kan dat wel eens impact hebben op de economie. Waardoor er mogelijk dus een recessie dreigt aan te komen. Dat is onder andere dus door het ingrijpen van de Fed. Maar er is ook nog een andere reden waarom er mogelijk een recessie dreigt aan te komen. Want de notulen van de Fed hadden ook direct impact op de rente. En dan kijken we vooral altijd naar de Amerikaanse rentes voor de 2 jaar en voor 10 jaar. Want normaal wil je dat de 10-jaarsrente hoger is dan de 2-jaarsrente. Want 10 jaar is verder in de toekomst, dan is er meer onzekerheid, meer onduidelijkheid. En dan wil je dus ook een hoger rentepercentage daarvoor ontvangen. Maar als de 2-jaarsrente juist hoger is, geeft dat aan dat er eigenlijk juist meer onzekerheid of angst misschien ook wel is op de korte termijn. Dat ze daarom juist op de korte termijn dus een hogere rente willen. En dat was dus afgelopen week weer even het geval. En kijken we naar de grafiek van het verschil tussen deze 2-jaarsrentes en de 10-jaarsrente. Dan zien we dat een verschil van 0 of lager, dat eigenlijk het punt is waar we het over hebben. Dat wordt ook wel de inverted yield curve genoemd. En dat geeft dus mogelijk aan dat er een recessie dreigt aan te komen. We zien de vorige keren dat we te maken hadden met een inverted yield curve, dat was in 2000. Nou, die werd gevolgd natuurlijk door een recessie in 2001. En we zien ook nog een stand van onder de 0 in 2006, 2007. En dat werd natuurlijk iets later gevolgd door de financiële crisis van 2007 en 2008. Wil dat dan zeggen dat er sowieso een recessie aankomt? Nee, dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. En ook deze keer was het zo dat er eigenlijk maar één dag in ieder geval de stand onder de nul stond. Want een dag later was het in ieder geval weer positief. Maar het is in ieder geval wel iets om op te gaan letten als je belegger bent. Of misschien heeft het impact, misschien niet. Maar het is in ieder geval interessant om te weten wat er speelt. Want experts geven ook wel aan dat op dit moment de omstandigheden natuurlijk anders zijn dan in die andere periodes. We hadden nu de laatste tijd te maken gehad met een coronacrisis. En dat heeft impact gehad op de hele markt en dus ook op rentestanden. Maar het is ook zo dat er niet iedere keer dat er een inverted yield curve was, dat die altijd werd gevolgd door een recessie. Dus kijk even wat je ermee doet. Maar het is in ieder geval interessant dus om te weten als belegger. En we moeten dus ook gaan zien wat beleggers de komende tijd gaan doen. Blijven ze gewoon bijkopen of stappen ze juist over naar andere beleggingsmogelijkheden? Laat weten wat jouw plan is voor de komende tijd. Blijf jij beleggen in aandelen, omdat het er bijna geen alternatief is om rendement te maken op dit moment? Of heb jij juist andere plannen? Laat het dus weten in de feedback. En voordat we dan verder gaan met het volgende onderwerp, wil ik het even hebben over de sponsor van deze aflevering. En dat is Beleggertools. Beleggertools.nl is een website die jou als belegger helpt om aandelen te ontdekken, te analyseren en te waarderen. Het moet jou helpen om betere beslissingen te maken voor de lange termijn. En je dan vooral te baseren op cijfers in plaats van je emotie. Er zijn al diverse tools en deze worden binnenkort nog uitgebreid met nieuwe tools. Bezoek beleggertools.nl voor meer informatie of om gratis een account aan te maken. Gaan we dan kijken naar crypto en dan vooral als eventueel betaalmiddel in het Verenigd Koninkrijk. Want we lezen namelijk dat de Britse regering aan het kijken is of sommige cryptocurrencies kunnen worden toegestaan als betaalmiddel. En dan gaat het vooral over zogenaamde stablecoins, oftewel coins waarbij de waarde gekoppeld is aan een stabiele valuta of bijvoorbeeld aan goud. En ook heel belangrijk voor de regering om zo te kijken naar het energieverbruik van deze crypto's. Nou, ze doen dat vooral om eigenlijk meer onafhankelijk te worden, denk ik ook wel als land zijnde. Dat plan zien we namelijk ook terugkomen in hun ideeën, hun plannen die ze hebben om 8 nieuwe kerncentrales te openen voor 2030. Om wat meer onafhankelijk te worden. Maar niet alleen dat natuurlijk, ze willen ook juist nieuwe banen creëren en investeringen aantrekken. En ze hopen op termijn ook een mondiale hub te worden voor de cryptotechnologie, aldus de minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk. En nu zagen we al dat meer landen deze teksten gebruiken. Maar dat waren dan vooral landen met een wat kleinere economie en vaak ook de landen buiten de westerse markten. Dus het is interessant om een keer een land, een groot land met een belangrijke economie, juist binnen die westerse markten dit te zien roepen. Gaan we dan tenslotte naar het laatste onderwerp en dat is eigenlijk de economische kalender. Dan zien we dat we de komende tijd drukke, maar ook zeker interessante tijden tegemoet gaan. Het eerste kwartaal van 2022 is natuurlijk voorbij. En dus komen binnenkort ook de eerste bedrijven met hun kwartaalcijfers. Dat is altijd interessant als je aandelen hebt van een bedrijf natuurlijk. Maar ook belangrijk als je de hele beurs gaat bekijken. Want je kunt eigenlijk gaan zien hoe het gaat met bedrijven in bepaalde landen of in bepaalde beurzen natuurlijk. Afgelopen week maakte bijvoorbeeld Tesla al wel hun productiecijfers bekend. Dat zag er goed uit, vond ik persoonlijk. Zeker met de huidige grondstoftekorten en ook de leveringsproblemen. Maar dat zijn natuurlijk nog geen financiële cijfers. Zoals zo vaak zijn het vooral de Amerikaanse banken die als eerste grote bedrijven hun cijfers presenteren. Aanstaande woensdag doet JP Morgan Chase dat. Maar ook bijvoorbeeld BlackRock komt die dag met cijfers. Net zoals Delta Airlines. En donderdag is het dan de beurt aan Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, maar ook Taiwan Semiconductors komt die dag met cijfers. En naar welke kwartaalcijfers kijk jij uit en wat zijn jouw verwachtingen daarbij? Laat het weten in de reacties onder deze video in dit geval. Zijn we daarmee aangekomen aan het einde van deze aflevering? Vergeet je niet te abonneren om niets te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken of voor het luisteren en wens ik jou een fijn weekend.